hier vanmorgen dan rustig. Ik ben hartstikke relaxed, maar vanmorgen ik moet even in de piramide zitten. Dan heb ik een zakje lekker, ook lekker rustig. Ben ik meer bij mezelf. Ik voel ook altijd dat ik hem erg deelt zet. Ik ga deze week bij mij op reis en dan op de markt of zo. En dan zet ik hem en dan stel ik hem en dan ga ik er even hier zitten en dan voel ik hoe het steert. En soms wat een liedje ook ha. Ja, dat viel ik gewoon. Dan weet ik dat het goed steert. Maar wat viel je dan? Nou, bij mij er komt een soort rust naar binnen. Dan denk ik, ja, het klopt. Nou, in wezen, hoe het werkt, het is, hij bundelt kosmische energie. He? En dan is, dus komt als het ware een trechter van binnen naar binnen. Daar. En dan is in je zeg maar, intreden van onder naar is het sterkste punt. Ze moeten wel op noorden recht wijzen. Ik zet vaak een kompasje in als jongen. Ik heb zo'n kompasje. Dat is wel heel belangrijk. Dat er een beetje uit het model is. Want ik had thuis op de tafel gewoon. En dan had ik visite gewoon. En dan heb je de tafel een beetje verschoot. Ik ging wel aanmerken op de tafel, maar net op groen. En ik had de tomaten onder en die waren wat zuurderig. Ik ken dat nou. Ik had een voetgoor, ik had een ei onderlijn en die ook. En toen zei ik op een vlieger wie de tafel zeg maar 2 centimeter omzet. En ik ga hem bij weer omzet en doe ik het weer goed. Broekje als vervanging van een koelkast, zei je? Ik heb hem altijd broek als vervanging van een koelkast. Ik heb wel een koelkast, maar ik weet broek hem net. Nee, ik heb fruit eronder en de kist erin, de wind eronder zetten. Ik heb zoest in wijze een goed keer een windkeer bekennen en dat wordt lekkerder, wordt zachter van smaak als het erin zet. Die piramide bestond natuurlijk al heel lang. En dan was er een Fransman, een natuurkundige, die in die ronde door de piramide heen in Egypte, die in die grutte. En die zei de derenbeesten lezen. En die derenbeesten waren alleen maar verdrogen. En dan werd er tussen naar huis gingen, dan had er een schaal aanmaken. En zij is wezen het hele circus bij begonnen. Dat mensen maken en zo wat hinnen. Ja. Nou, ik heb bouwpakketjes, die stuur ik dan op. Of mensen nemen ze mij. Dus ik ben vrij simpel in maar te zetten. Ik ben hier in een goede hoeken zeggen. Maar ze wel even een winkelhekker omheen halen of zo we in bepaalde hoeken zetten. En even tijd nemen. En ik kijk hierpen, die haak ik daar staan. IJs is te simpel. Heel veel mensen vinden het te simpel. Die willen het net leuwen omdat het schijnbaar moeilijk werd maar om wat te bereiken. Maar denken heel veel mensen dat dingen moeilijk werd maar om dingen te begrijpen. Om dingen warmer te krijgen. Maar dat is net altijd zo. Maar het is wel iets heel mysterieus, hè? Ja, het is dingen die is net zinkest en die is net pakkenkest en die is net direct bewijzenkest. Ik ben mysterieus, ja. Maar ik heb vaak dan, als er niet zitten haast, als direct naar het field vaak achterna wordt. Of door de duis. En sommige dingen, dan valt je niet eens op. Hé, ik had daar net meer last van. Want dat vier samen, als daar last van haast, hé, dat is oer. Dus ik kan gewoon zitten, ja? Ja, ik kan gewoon zitten hier. Ja, voeten op de grond. Ja? Je arm zo van leuning, een beetje gewoon lekker ontspannen. En ik zeg ook wat die mensen dat de man en de vrouw binnen die vrouw die erin zit. En dan zeg ik, het is net helemaal vrij bij jou, die vrouw erin zit. Want ze kennen als ze meer haarzelf worden. En dan zou ze misschien denken, niet zoals het net zei. Dus dan wordt ze wat puurder van. Het is vaak even wennen. Ik vind het moeilijk om je nou helemaal oor te gaan. Want jij me zou met mijn neus opsteken. En heel veel mensen die leven in een rol. Die zijn haarzelf net. Die doen net wat ze zelf graag willen. Nou, die piramide die brengt die bij jezelf. Zelf die eigen ding door die schraa worst. Ja.